van een pauze op hun weg terug over bergen en langs meren, en al waren ze verbouwereerd dat we hen daar belaagden, toch antwoordden ze eerder vereerd op alles wat we vraagden. Vraagden dichterlijke vrijheid. En rezen thema's geven ze ons allen als opdracht mee. Nu sidderen en beven we, hoe stellen we hen tevreden? Want dat de factor mens, bepaald bij cyberincidenten, overschrijdt vandaag de grens van 90%. Nog nooit gaven we zo'n groot aandeel data aan leerkrachten. Maar wat geven leerlingen brood? Wat mogen we van hen verwachten? Ondanks de klimaatopwarming heerst online de polarisering. Werk online aan meer omarming, bouw tegen haat een stormvloedkering. Dat digitale media overal om je heen zijn, is een feestjaar in de gloria, maar niet steeds voor ieders welzijn. Met de digitale versnelling kan bijna één Belg op twee op die steiler wordende helling al helemaal niet meer mee. Van maken word je blijer. Het is een breintractatie. Je leeft op, je voelt je vrijer, leven de digitale media, cultuur en stem-educatie. Maar daaraan is er een tekort, dus vertel ons kort en goed wat er daaraan schort, waarom niet iedereen meedoet. Over iedereen gesproken? Steeds meer begeleiders worden mediawijs, maar enkele sectoren hebben het nog ontdoken. Ook met een beperking en sociaal werk moeten mee op reis. U hoort een hele waslijst van thema's en doelgroepen. Vandaar dat bij u de vraag wijst, blijven jullie alleen in die woestijn roepen? Nee, hier is ons antwoord. We kunnen het enkel samen. Maar hoe leg je dat aan boord? Hoe hoor ik jullie dan beamen? Samen met het Vlaams beleid moeten we de inspanningen afstemmen voor digitale competentie en mediawijsheid. Eén Vlaams plan met vele stemmen. Na crisis achter crisis en de chance van de relance, hebben we nood aan goede visies, mogen we niet lijden aan nonchalance. Dus moeten we digitale inclusie in het Vlaams beleid inbedden. En ook lokaal en zonder ruzie, alleen zo zullen we het redden. U ziet een heleboel eraan. Om samen te beleggen. En wat daar later echt van kwam, ach ja, wie zal het zeggen?